volleybalbond bij de SUFOBO, de Surinaamse volleybalbond, zijn alle finalisten nu bekend. We praten dus over de heren hoofdklasse en de dames hoofdklasse. Bij de dames was het al bekend dat Jellico en Gideon zouden strijden om de titel. Bij de heren had Livo zich eerder reeds geplaatst door het team van SVV met 2-0 te verslaan in de halve finale. Een best of drie dus. Livo was de wachtende ploeg. En de tweede finalist bij de heren moest komen uit de wedstrijd. De serie althans tussen Jellico en Yellowbirds. En Jellico en Yellowbirds, dat zijn zulke bekende namen als we praten over finales bij de Surinaamse volleybalbond. Nu stonden ze in de halve finale en was het zeker dat één van ze de finale niet zou spelen. Laten we gaan naar game 3, de allesbeslissende game 3, voor wat betreft de halve finale bij de heren. Nou, de ploeg van Yellowbirds aan de rechterkant. En dit is Jellico met Sporksleden die mapt. De eerste wedstrijd in deze serie werd gewonnen door het team van Yellowbirds. En de tweede ontmoeting werd gewonnen door Jellico. Dat betekent dat deze wedstrijd de doorslag moest brengen. En dat gebeurde ook. Nou, we kunnen u zeggen dat we zeker een nieuwe kampioen krijgen bij de Surinaamse Volleybalbond. Want Yellowbirds heeft Jellico uit de finale gehouden. Yellowbirds won afgelopen vrijdagavond deze beslissende wedstrijd met 3-1. De setstanden waren 25-12, 26-24, 17-25 om 28-26 in de vierde set. En daarmee won Yellowbirds deze wedstrijd dus met 3-1. En wonnen ze de best of drie halve finale serie met 2-1. Dat betekent dus dat we een finale krijgen tussen de ploegen van Livo en Yellowbirds. En het is na 11 jaren dat Jellico niet in de finale staat. Ja, dat is een geweldige prestatie. 10 van de 11 keer van de afgelopen 11 jaar zijn ze kampioen geworden. En nu zullen ze dus moeten toekijken hoe Yellowbirds en Livo strijden om het kampioenschap. En terwijl u nog kijkt naar highlights uit deze wedstrijd, kan ik u vertellen dat bij de dames de finale reeds van start gegaan is. De finale gaat tussen de ploeg van Jellico en Gideon. Het is dezelfde finale als het vorig jaar. De eerste wedstrijd in de finale werd gewonnen door het team van Jellico met 3-1. De setstanden waren dus 25-13, 25-27, 25-17 om 25-23. En Jellico heeft dus een goede stap gezet in deze damesfinale richting prolongatie van het kampioenschap. Woensdag aanstaande hebben we dan een totale finale dag. Dan krijgen we game 2 in de damesfinale tussen de ploegen van Jellico en Gideon. Jellico leidt dus met 1-0. En daarna begint de herenhoofdklassefinale. En die gaat dus tussen Livo en het team van Yellowbirds. We zagen Gino Naarden terug. Dat is deze man, Gino Naarden, die even gestopt was en nu terug is in de gelederen van Yellowbirds. En ongetwijfeld zal zijn toevoeging van bijzondere waarde geweest zijn voor de gele vogels. Gino is gewoon een supergoeie volleyballer. En de ploeg van Yellowbirds die verslaat het team van Jellico dus in die halve finale. En staat in de finale tegenover Livo.